Dit is misschien wel het bekendste spookhuis van Nederland. Vroeger, toen ik nog jong en klein en ondeugend, nou ja, ondeugend, valt wel mee, was dit een keer de nieuwe attractie van de Efteling, zoals iedereen hem waarschijnlijk wel herkent. En kon je dus voor het eerst in dit spookhuis, en heb ik dus voor het eerst kennis mogen maken met de Danse Macabre. De Danse Macabre, de beroemde Danse Macabre van Camille Saint-Saëns. Als je een keer een uitvoering daarvan haalt of koopt, dan moet je dat maar eens een keer een aantal van beluisteren. Want de meeste die zijn wat vlakjes, maar er zijn ook best mooie uitvoeringen van hoor. En dat spookhuis staat ook centraal, nou niet dit spookhuis, maar een spookhuis staat ook centraal in een passage uit de brieven van Paulinus, brief 727, waar een aantal spookverhalen in voorkomen. Plinius weet dus zelf niet of spoken daadwerkelijk bestaan of niet, en dat vraagt hij dus ook aan een vriend van hem, een soeraad, tot wie die brief gericht is. En er worden eigenlijk drie verschillende verschijnselen beschreven. Het eerste deel gaat over het verschijnen van een vrouw, een personificatie van de provincie Afrika, maar die zit hier niet in het Latijn erin, die zit in het pensum van 2015 alleen in het Nederlands. Alleen mijn presentatie had ik die dus wel de paragrafen 1 tot en met 3 over die vrouwen Afrika die verscheen in eerste instantie verwerkt, omdat ik dit wel eens eerder gelezen heb, alleen dan met een andere klas en dan de volledige brief. Het kan dus zijn dat er wat inconsequenties zitten in deze presentatie die ik er niet meer uitgehaald heb, maar ik moet dus beginnen bij paragraaf 4 en ik ga er misschien wat sneller doorheen dan dat je in eerste instantie denkt, want dan komen niet de zinnen één voor één per zinsdeel in beeld, maar het wordt gedaan in hele zinnen, ervan uitgaande dat je het al een keer vertaald hebt. En ik kom op een paar grammaticale dingen nog terug, zoals bijvoorbeeld het futurum. Ik begin met paragraaf nummer 4, met iam illud nonne et magis terribile et non minus mirum est, quod exponam ut acepi. Nou, is dit, dan is dat illud nonne niet. En nonne is een vraagwoordje, daar heb je er in het Latijn drie van: nonne, num en ne. Dit is dan nonne. Et dit, et dat. En zowel meer angstaanjagend, terribile, en non minus mirum, en niet minder wonderbaarlijk. Misschien zelfs nog wel wonderbaarlijker. Dat zou een vorm van litotes kunnen zijn. Quod exponam, wat ik zal vertellen, dus dat quod exponam, is eigenlijk wat er hier op die puntjes moet komen te staan. Is dit wat ik zal vertellen, ut acepi, zoals ik het vernomen heb, dat is een perfectum, niet zowel meer angstaanjagend als niet minder wonderbaarlijk. Dus dat is ten aanzien van die personificatie, die verschijningen van die vrouwen Afrika die van tevoren beschreven zijn. En de reactie van de man daarop. Nou, het futurum nog even herhalen. He, bij A en E stammen is de tijdskenletter een B. Hier bij exponam, van exponere, is een MK-stam, is de tijdskenletter in de eerste persoon een A, exponam, en voor de rest een S, een E. S, et, emus, etis, end. En daar moet je dan met name ook goed op letten dat je het dan niet verwacht met een gewone E. Stam. Dat even opnieuw in je herinnering aangekieteld. Kom ik bij het verhaal van het spookhuis. Nou, Erhard is natuurlijk leuk om te beginnen. En wat ik hier nou oranje maak in dit eerste stuk, een kleur die ik normaal gesproken niet gebruik, zijn de bepalingen. Dus als je hier Athenisch oranje is, dan wordt die vertaald met in Athene en dan is het een bepaling. Die is normaal gesproken turquoise. Ik heb die even allemaal in het oranje gezet om te laten zien dat je verschillende manieren hebt van bepalingen in het Latijn weer te geven. Hier, er was in Athene,
wat was er? Een domus, een huis. En dat was spatiosa, want dat was vrouwelijk, groot en capax, ruim huis. Maar dat was ook nog een keertje infamies, berucht, had een slechte naam, et pestilens, en onheilspellend. Ja, onheilbrengend mag het natuurlijk ook. Waarom was dat zo? Nou, per silentium noctis, ook een bepaling, letterlijk door de stilte van de nacht, of in de stilte van de nacht, redebatur, klonk, hij werd weergegeven, betekent dat eigenlijk, klonk het sonus ferri, het geluid van ijzer, en, dan heb ik hier dat kleine tussenzinnetje, als je scherper, acrius, attendires, zou opletten, dat is conjunctivus van het imperfectum, dus als je dat zou doen, dan was dat het strepitus vinculorum, het gerammel van boeien. En zo worden skeletjes met boeien vaak weergegeven, ook in tegenwoordige films nog, denk maar aan de Muppet Christmas Carol. Nou, primo, dit, de inde, dat. Nou, primo, de inde is vaak een combinatie, ten eerste dit, dat, vervolgens dat. En hier staat hij ook nog eens een keertje chiastisch. Dus eerst longius, vrij ver weg. En daarna e proximo, van heel dichtbij. Ga ik verder in dit stuk. Mox apparebat idolon. Idolon is natuurlijk een eidolon, is een Grieks woord. Spook, hè, een verschijning. Apparebat, een spook verscheen spoedig. Let op het imperfectum. En dat spook, dat was een senex, een oude man. En die was macie et squalore, dus ook weer een bepaling. Die was aangetast door vermagering en door vuil. En wat had hij nog meer? En een promessa barba, met een lange baard. Dus dit is allebei ablatives in dit geval. Het zou ook nominatives kunnen zijn, maar dat is al een dicenex. En een lange baard kan nauwelijks een heel spook zijn. Dus met een lange baard en horrenti capillo, heb ik hier even grijs gelaten om aan te geven dat dat een aparte bepaling is. En ongekamd haar, en wat was dat dan? Aan zijn curibus droeg hij compedes, dus aan zijn benen droeg hij boeien. En aan zijn manibus, van manus in dit geval, aan zijn handen, dus dat staat tegenover elkaar, aan zijn benen boeien. En aan zijn handen ketenen. En die gerebat, die droeg hij, en quatiebat, en hij schudde daarmee. Dus aan zijn benen droeg hij boeien, en aan zijn handen ketenen, en hij schudde daarmee. Kom ik in paragraafje nummer 6. Het wordt al creepy. Nou, in de inhabitantibus tristes, die raeque noctes permetum vigilabantur. Nou, even naar de werkwoordsvormen kijken, dan zie ik dat ze eigenlijk allemaal al iets met het verleden te maken hebben. Hier BA voor het imperfectum vigilabantur. Hier sequa batur. Rebat, erat, proscribebatur. Velet, conjunctief is nog. Abscesserat is dan plusquamperfectum. Maar even over die passieve vormen die hier komen, vigilabantur en sequebantur, die hebben het een andere betekenis, want in eerste instantie deze passieve vorm is daadwerkelijk passief. Dus droevige en, ja, wat nog meer, droevige en harde nachten werden er gewaakt. Dus hier is het inderdaad passief. En wat kwam er daarna? En morbus, ziekte, en mors, dood, sequebatur volgde. Dus dit is een deponens, en dit is een passieve vorm. Dit komt van vigilare, staat in het woordenlijst als vigilo, en dit van sequi staat in het woordenlijst als sequor. Dus, droevige en harde nachten werden gewaakt, en ziekte en dood volgden. Nou, en die volgden, waar volgden ze op? Die volgden op het waken, hè, op de wacht. Heb ik een aantal bepalingen over, die zijn hier weer paars, of die zijn hier weer oranje, moet ik zeggen, inde, vervolgens, permetum, door angst. Vervolgens werden door angst droevige en harde
nachten gewaakt door de bewoners. En ziekte en dood volgde het waken op, terwijl mensen waken waren, crescente formidine, allebei ablatives, ook een bepaling, dit keer een ablatives absolutus met een PPA, crescere, crescens, ablatives crescente, terwijl de angst groeide. De volgende nam, en nu wordt het in één keer een hele grote vertaling in dit geheel, die ik zo meteen een voor een kleurtjes ga geven. Eerst maar eens de werkwoordvormen. Abskesserat was verdwenen, in Erabat dwaalde, Erat was, dan proscribebatur werd te koop aangegoven, aangeboden en hier wilde. Even de dingen erbij in de nominatives. En dan wordt het al een stuk blauwer. En dan de dingen erbij in de bepalingsvorm. En dan ga ik een van die vertalingen nog even door. Want, interdio, ook overdag, kwam is hoewel. Hoewel de imago, abscesserat, hoewel de verschijning was verdwenen, dat is dus die eidolon, die was verdwenen, in Erabat dwaalde de memoria, de herinnering, imaginis, aan de verschijning, de herinnering van de verschijning, aan de verschijning, oculis, door hun ogen, in hun ogen. Op die twee genitivi kom ik zo terug hoor, en de angst, de timor, erat was longior, langduriger, die duurde dus langer dan wat, dan de causis, dan de oorzaken timoris van de angst. Ook een genitivus. Deserta inde et damnata solitudine domus. Dus daarna was het huis verlaten en solitudine door eenzaamheid vervloekt. En tota in zijn geheel relicta overgeleverd. Illi monstro. Nou, illi kan een dativus zijn. Is het hier ook, hoort bij monstro, aan dat monster overgeleverd. Namelijk dat spook. En toch werd dat huis te koop aangeboden. Het zij dit, het zij dat. Het zij iemand die dus onbekend was, Ignarus, Tantimali, met zo'n groot kwaad, het oftewel wilde kopen, oftewel het wilde huren. Nou, quis is hier dus aliquis. Toch werd het koopt aangeboden, en die conjunctivus geeft aan van om te zien of iemand het misschien wilde kopen of huren, omdat hij onbekend was, omdat hij dat grote kwaad niet kende. Nou, even die genitivi. Normaal gesproken vertaal je genitivus met van. Zoals bij die causis timoris. De angst was langduriger dan de oorzaken van de angst. Nu heb je sommige werkwoorden waar een werkwoordsbegrip in zit, dan kan er sprake zijn van een genitivus objectivus. Nou, wanneer heb je dat? Bijvoorbeeld bij memoria, bij timor, bij laus, en hier is het toevallig causis, maar memoria, timor, laus, dan kan er sprake zijn van een genitivus objectivus. Als het dan is als het ware die genitivus het leidend voorwerp dat erbij hoort. Dus hier heb je memoria imaginis, is de herinnering aan de verschijning. Met als achtergrond, ik herinner mij de verschijning. Dus ik herinner mij de verschijning, en hier zij herinneren zich de verschijning, daarin is de verschijning leidend voorwerp, oftewel object. Vandaar heet dat een genitivus objectivus, want de herinnering aan de verschijning, het is niet zo dat de herinnering, dat de verschijning zich iets herinnert, de herinnering van de verschijning, maar het is dat wij ons iets herinneren van die verschijning. Dus dan
is de genitieve sier als het ware leidend voorwerp van die achterliggende zin. Meestal gaat dit goed worden, want hetzelfde is als de angst voor de vijanden en de angst van de vijanden. In één geval zijn de vijanden bang, in het andere geval zijn wij bang voor de vijanden. Dus die twee genitivi moet je van elkaar eventjes proberen te onderscheiden. Vaak is dat met memoria, timor of laus, maar er zit in ieder geval iets van een werkwoordbegrip in dat zelfstandig naamwoord. Kom ik zo straks op de volgende paragrafen terug. Eerst 7 tot en met 9, maar dit was 4 tot en met 6.